haasten een gesprek. Als je kijkt, krijg je aftrek. Schuif maar aan, er is nog plek bij Op z'n Frans. Lieve mensen, welkom bij Op z'n Frans. Een programma waarin ik mijn favoriete gerechten klaarmaak voor jouw favoriete gasten. Vandaag gaan we risotto maken. Het mooie van risotto is, en als je nasi lust, dan lust je ook risotto, helemaal geen probleem. Het is een rijst die de smaken van wat je eraan toevoegt in zich opneemt. Net als een goede rapper. Die neemt wat er om zich heen gebeurt, neemt die in zich op. En dat komt er dan weer uit als een smaakexplosie. Belangrijk om te maken, alvast, is de bouillon. Je hebt zeker 2 tot 3 liter bouillon nodig. Je pleurt er een blokje doorheen en dan zo'n lekker laurierblaadje. Het eerste wat we gaan doen is een pan op het vuur zetten. Want in die pan doen we boter. Dus doen we ook een klein scheutje olijfolie doen we erbij. Dan gooien we er 2 teentjes knoflook doorheen. Een uitje. Als je echt snijdt, dan hoor je eigenlijk niet te kunnen gaan janken ervan. Maar dat is geen probleem om een klein traantje te laten. Het blijft natuurlijk een emotioneel proces. Zo'n risotto maken. Dus ongeveer de hoeveelheid van 1 pakje risotto rijst, dat is meer dan genoeg. En die gooi je erbij. En dan komt de wijn. 2 glaasjes. Soeplepel, gewoon een normale maat. En dan doe je dan gewoon een klein lepeltje bouillon doorheen. Hoor ik daar de deurbel? Ja, ik kom gezellig bij eten. Lil Kleine. Alles lekker, jongen. Gezellig dat je er bent, jongen. Dit is Lil Kleine, oftewel Jorik Scholten. 18 jaar en een ras echte Amsterdammer die al flink wat jaren zijn carrière aan het opbouwen is in de Nederlandse hiphop scene. Ik dacht, ik neem wat voor je mee. Ja, dit gaat fijn naar 7. In. Ja, wat maken we? Ja, welkom in de keuken. We maken een risotto. En dat doen we een beetje, omdat het toch een beetje herfst begint te worden, paddenstoeltjes erbij. Lekker, champignon. Maar kan ik aan de slag? Kan ik je helpen? Ja, kan aan de slag, zeker weten. Pak een paar zwammetjes, een paar dingetjes, dan ga je die eventjes lekker afwassen. Maar goed, dit zegt dus, jij kan helemaal niet koken. Nee, ik heb een hele lieve vader die voor me kookt. Als jij naar huis belt, die zegt, pa, wat gaan we eten? Wat is dan het beste antwoord wat hij kan geven aan de andere kant van de lijn? Nou, wat hij echt goed doet, wat we vaak met kerst doen ook, en speciale dagen, dan doen we een lamsbout, doet hij hem in de oven. Ja. Dan doet hij daar kruiden in en aan het eind ook een beetje wijn overheen en zo. Mm-hmm. En dat vind ik dan wel echt lekker. Ja, dat brengt me eigenlijk op de volgende vervelende vraag die ik al mijn gasten ga stellen. Okay. Voor het zelf namelijk echt een fantastische vraag. Ja. Kijk, stel, je mag nog 1 keer, mag jij een menu samenstellen en dat wordt het laatste menu wat je eet, je laatste avondmaal. Dus dan wil ik een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. Hoe ziet jouw ultieme laatste avondmaal Lil Kleine menu eruit? Dan denk ik toch dat ik voor de lamsbout van mijn vader ga. Als hoofdgerecht? Als ik een voorgerecht doe, dan doe ik een broodje filet américain van de JWO, van Lauwman Vlees ook. Ja. En nagerecht, een schaaltje met chocolademousse sowieso. Ja. Chocolade-ijs, mm-hmm. Beetje chocoladesaus eroverheen. Dus eigenlijk jouw toetje is een soort orgie van chocolade? Ja. Zo zouden we hem ook noemen als hij op de kaart zou staan. Ja, zeker. Ja, mooie naam. Dus. Champignonnen bakken. Ja. Knal er gewoon een klein beetje olie doorheen. En dan een rizzeltje of zo. Oh, dat is veel te veel, man. Gek, we gaan toch niet frituren? Oké, klein beetje olie is genoeg. Als je niet aan het eten bent, ben je muziek aan het maken. Ja. Wat zit er aan te komen? Ik heb laatst mogen aankondigen dat ik mee ga doen in Ali B op volle toeren. Oké, heb je ook al mogen aankondigen met wie? Met Danny de Munk. Maar dat is wel een van de allerstoerste gasten en ook een van de beste mensen die ze aan jou hadden kunnen koppelen volgens mij. Ik bedoel, met alle respect voor Bonnie Sinclair. Sorry Bonnie. Verschil moet er wezen. Denk er eentje op je. Op Bonnie. Proost. Proost er maar door, man. Ja, dat doe je goed, dat doe ik. Ja, toch? Zeker, mijn bacon. Ja, kijk, champignonnetjes zijn een beetje goud. Mooi. Goudbruin. Dan hebben we nodig de Parmezaanse kaas. Die verdwijnt eigenlijk weer in de risotto. Ik heb een klein beetje voor mezelf nog gehaald. Zo. Dan pak je een heel mooi, sexy glazen bordje. Ja. Super belangrijk. Kijk, je hoeft niet je hele bord vol te doen met die risotto. 2 flinke scheppen is echt wel genoeg. Ja, want het is machtig. Ja, precies. Ja. Als jij hem eraf maakt, dan toucheer je hem zo met een dingetje erop. Zeg. Die ligt helemaal. En dan een beetje hier. Godzijdank. Dat is hem. Top. Risotto. Worstpaddenstoelen. We hopen dat jullie een klein beetje hebben geïnspireerd om zelf ook helemaal los te gaan in de keuken. Lil Kleine in de tent. Dit was Op z'n Frans. Tot de volgende keer. Marcel.